geloof wel dat ik hem wil hebben. 56 jaar geleden dat deze dame het levenslicht zag. Goedemorgen, middag, middag, goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn onderweg. We zitten in de auto. Romek is ook mee. En wij gaan de kant uit van Loosdrecht. Loosdrecht, ja, Loosdrecht. En wat we daar gaan doen, dat zien jullie zo wel. Dag Romek. Ja, dat zien jullie zo wel wat we daar gaan doen. En jullie gaan gewoon mee en wacht het maar gewoon af. Ja, daar zitten we dus. Weer die poot aan het bekijken waar we eerder zijn geweest, die we niet namen. Die gaat andersom liggen, denk ik. Zo. Chris is bed aan het uitproberen. Nou ja, dat is prima, Tines. Ja, is prima, hè? Dacht ik ook wel, ja. Ja. De mevrouw wordt nou heel boos als ze dit ziet, want je hebt je schoenen nog aan. Ik geloof wel dat ik hem wil hebben. Was je blij dat ik weer thuis was dan? Ja? Was je blij weer? Was je blij weer dan? Och, lieverd. Hè? Ja. Och. Deze man was heel blij dat ik weer thuis was. Het is vandaag donderdag. En ik kom net terug uit het werk. Ik was met de auto, want het was net weer. En ik bedacht mij ineens, ik moet jullie even bijpraten, want ik heb al best wel lang niet meer gevlogd. Ja. Soms heb je even van die dipjes en ik had zo'n dipje. En ik moet jullie even bijpraten. Vorig weekend, zaterdag, heb ik gefilmd, zijn wij naar Loosdrecht geweest, hebben wij die boot nog een keer bekeken, waarvan we zeiden, we gaan het niet doen. Toen was het struikelpunt, de enorme hoeveelheid houtwerk overal op die boot. Chris zag apen en beren met lakwerk en dergelijke. Maar wij vonden het wel toen een hele mooie boot. En wij hebben toen nee gezegd en toen zei die man van, nou ja prima, dan gaat hij morgen naar de makelaar. Dan ga ik hem via een makelaar proberen te verkopen. En we hebben het in de gaten gehouden. Hij kwam inderdaad bij een makelaar terecht in Loosdrecht. En tot onze verbazing zagen wij op een gegeven moment dat, ja, hij werd natuurlijk eerst duurder, want het via een makelaar is duurder. Maar zagen wij dat hij ging zakken en best wel goed ging zakken in prijs. Dus
hebben wij besloten de boot nog een keer te gaan bekijken. Want Chris zei, moeten we een bot uitbrengen? Ik zei, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan wil ik hem nog een keer zien. Dan wil ik het gevoel erbij hebben. En ik weet dat ik toen toch best wel enthousiast was. En ik zei, nou, ik moet zeker weten of dit nog zo is. En wij zijn dus op zaterdag naar Loosdrecht gegaan. En daar hebben we de boot bekeken en daar heb ik beelden van. Wij hebben gewoon een belachelijk laag bod gedaan. Is hij gaan bellen met die mensen en die hebben het gewoon geaccepteerd. Dus ja. Ja, en nou zitten we in een soort versnelling van, oh jee, lichtplaats. Kijk, we hebben de lichtplaats in Akkum natuurlijk opgezegd. Met Akkum gebeld. We hebben niks meer zitten vol. En ja, we hebben nog heel even de tijd, want 11 juni laten we hem keuren. En goed, daarna, als alles goed is, gaan we hem overvaren. Dus half juni, eind juni moet hij hier zijn. En ja, dat overvaren wordt ook nog een dingetje. Want Loosdrecht, Friesland, dat ligt niet naast de deur. Dus daar moeten we eens even over, goed over nadenken hoe we dat gaan aanpakken. Want IJsselmeer ziet hij dus niet zo zitten. Tenzij het windkracht 2 is, of 3. Dat kan het wel, mooi weer. Maar goed. Dat gaan we allemaal nog bekijken. We moeten eerst zien dat we een plekje vinden. Dus dat is eventjes de stroomversnelling waar we in zijn gekomen. Dus we hebben weer een boot. Ik stap net binnen. Ik had dat leuke liedje op de radio in de auto. Van, daar gaat zo'n filmpje gaat dan viraal op Facebook. Dus die dans die ze ook in die zorginstellingen allemaal deden om elkaar een hart onder de riem te steken. Was, ik weet niet, ik kan er niet meer op komen, maar die was er dus op. En ik werd helemaal vrolijk weer. Ik denk, mensen, ik moet gaan vloggen weer. Ik moet even iedereen vertellen dat we weer een boot hebben. En ja. En dat Romke heel blij was dat we thuis kwamen. Romke die is vannacht naar boven geslopen weer. De kamerdeur zat niet goed dicht en Chris ging naar de wc en toen zei ik, hoor die hond. En ja hoor. Dus die heeft bij ons geslapen vannacht. Dat is een heel gedoe, want die moet de trap dan weer afgetild worden 's morgens. En het is niet zo'n licht veertje of een klein chihuahuaatje. Nee, dit is 27 kilo wat naar beneden moet. Dus ja. Ik ga eerst even eten. Dan ga ik weer eens even achter jachthavens aanbellen vanmiddag. Een hele goede middag op deze vrijdagmiddag. Het is 28 mei. En het is vandaag 56 jaar geleden dat deze dame het levenslicht zag. Ja, 56 mensen. Jongen, jongen, jongen. Ik ben met recht een 50-plusser, ja. Ik zit nu aan de verkeerde kant. Ik ga nu richting de 60. Net uit het werk. En ik zag al van alles uit mijn brievenbus steken. Dit is ook altijd heel erg leuk om op je verjaardag te krijgen. Een bevolkingsonderzoek. Ik heb natuurlijk die van de borst heb ik al gehad. Van de borsten en van de baarmoeder-halskankerbevolking. Dit is voor de darmen. Dus, nou, ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan maken met mijn darmen. En een kaartje. En nog een kaartje. Gisteren had ik ook al 2 kaartjes gehad. Deze van goede vrienden, oude vrienden. Heb ik al jaren trouwens niet meer gezien, maar we stuurden elke keer nog kaartjes. Uit Rotterdam. Hij is ook, hij was gisteren jarig. En deze van een goede vriendin uit Drachten, die heel trouw is altijd met kaartjes versturen. Jij gaat niet aan mijn boterham zitten. Hier, die staat alweer helemaal klaar om daar toe te slaan. Maar dat gaat niet gebeuren, je gaat even naar je plaats, oké? Maar, nou ligt dit in de bus. Een heel leuk doosje, dus ik ben heel benieuwd van wie dat is. Ik denk dat ik hier even een mesje bij moet pakken. Van mijn aanrecht. En ik
kreeg vanmorgen een appje dat onverwachts een oom en tante van mij langskomen. Nou, dat is ook heel bijzonder, want wij komen eigenlijk niet bij elkaar op verjaardagen. Maar die gaan naar Friesland verhuizen. Die wonen normaal in Drenthe. Dus ik denk dat ze in de buurt zijn. Dus ze daarom even bij me langskomen. En die melden al dat er wel oranje koek moet zijn. Oranje koek is dus echt iets Fries natuurlijk. En laat ik nou vanmorgen op kantoor oranje koek getrakteerd hebben. En er waren een hele hoop mensen waren er niet. Dus heb ik over. Dus ik heb de oranje koek mee naar huis genomen. Dus zij kunnen straks een heerlijk stukje oranje koek krijgen. Ik heb wel gewoon gebak nog. Maar het zit in de vriezer, want eigenlijk komt het merendeel morgen. Natuurlijk geen groot feest. Door de, in verband met corona natuurlijk. Mijn broer komt, Chris' moeder, Celine. En dan zijn we al met een beste club. Hè? Gezien de corona. Ik hou me daar toch nog wel aan. Ik ga eerst dit eventjes openmaken. Want ik ben toch wel iets wat benieuwd. Laten we ook eens even een bril pakken. Voor ik alles kapot snij. Zo. Even zien, waar maken we dit open? Oh, hier zit zo'n handig, ik heb het mes niet nodig, hier zit zo'n handig dingetje. Zo. Een kaart. Oké. Oh, kijk nou toch. Dat ben ik zelf. Hoe leuk. Ach, lieve moeder. Lieve moeder, dat zegt mijn dochter natuurlijk. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Dat we nog vele jaren jouw verjaardag mogen vieren in gezondheid. Helaas dit weekend niet op een boot, maar dat mag de pret niet drukken. We houden van je, liefs, Celine, Chris en Romski. Nou, kijk, dit is de binnenkant. En ja, dit is die mooie foto die bij ons ook in het dorpskrantje stond. Gemaakt door, hoe heet ze ook weer? Ja, ik heb migraine, dus ik kan niet echt nadenken. Fiona van Netten, die kan heel mooi fotograferen. En die heeft die foto gemaakt. En deze mooie kaart is dus van hun. Van mijn allerliefsten, van Celine, Chris en Romski. Ja. Ja. En dit zijn die mooie foto's. Die Celine bij elkaar gesprokkeld heeft. Ja. Heel mooi. Bij het editen van deze video kwam ik erachter dat ik er weer geen eind aan gebreid had. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog als je dit een leuke vlog vond. Dus like hem eventjes. En abonneer je ook nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En allemaal een heel fijn weekend. Doei doei!